Nou, ik ben hier dus nu op de première van Jurassic World. Het is bijna al geopend, de rode loper gaat bijna open en ik kruip straks in mijn DJ-boot, want ik ga draaien. Doe die handen in de lucht! Ja, maar daar zijn ze! Ja, ik ben op de première in New York geweest in 1993, toen liep ik stage in New York. En er was dus een hele hype van een Jurassic Park komt eraan. Maar het was dus toen zo groundbreaking, die techniek. Het was toen in de kinderschoenen eigenlijk. En dat maakt het ook wel spannend. Wat gaan we nu zien? Want we zijn zoveel jaren verder en de techniek is al zo vaak toegepast inmiddels. Ja, ik hoop echt een beetje van dat soort spannende scènes. Van dat je nog niet weet wat er precies gebeurt, maar dat je bijvoorbeeld al de grond ziet trillen. Ik zag op het moment dat al die mensen wegrennen en dan zie je zo die camera zo omhoog gaan, heel dreigend. En dan dus zat ik echt op mijn computer al met mijn speakers. Oh, dit moet ik echt in IMAX, in 3D, in het groot gaan zien. Dus ja, daar kijk ik wel naar uit. Dames en heren, welkom bij de première van Jurassic World en applaudisseer er even voor. 22 jaar na Jurassic Park en ook 22 jaar na Jurassic Park is Steven Spielberg weer bij betrokken, dit keer als uitvoerend producent. Heel veel plezier, dankjewel. Every time we've unveiled a new attraction, attendance has spiked. That was awesome! Corporate felt genetic modification would up the wow factor. They're dinosaurs, wow enough. She was designed to be bigger than the T-Rex. Ik heb gisteren nog 2 en 3 zitten kijken om up-to-date te zijn. En dan toen ik de teaser van deze film zag, dacht ik, ja, het park is open. Geweldig, ik vond het echt gruwelijk, gruwelijk. Nou, er zitten sowieso al goede schrik-effecten in. Ja. En juist omdat het 3D is en heel mooi gemaakt is, dan komt het echt op je af. En dan gaan ook echt mensen dood waarvan je het niet verwacht. Ja. Dat je denkt, nou, ik had echt niet verwacht dat je nu al ons zou verlaten. Dus niet echt super voorspelbaar en daar houden we nee, van. Nee, daar houden we wel van. Ja, ik weet nog niet echt precies wat er allemaal is gebeurd het afgelopen 1,5 uur. Want het is zo'n overload aan epischheid. Ik vond de special effects echt heel gaaf. Je ziet wel dat de technologie echt wel verbetert. Dus ik vond het ook heel spannend. Ik vond het echt super. Ja, het geluid en ja, ze hebben zichzelf echt weer overtroffen. Ik zou hem echt aanraden. Ga kijken. Of je nou, het maakt trouwens geen reet uit of je nou wel of geen fan bent. Ik vind dat je moet gaan kijken. Want hij is echt te gek. Er zit voor iedereen die een beetje van film houdt, zit er wel iets in dat je denkt, wow. We have a new attraction. What happened to the sibling? She ate it. In 3D en IMAX 3D. We got 20,000 people. They have nowhere to go. Jurassic World. Nu in de bioscoop.